De 32e omloop van Vlaanderen was alweer het vierde buitenlandse evenement, meetellend voor het internationaal Nederlands rallykampioenschap. De Nederlandse rallytop had zich dan ook in het Belgische Roeselare verzameld om samen met de Belgen de prijzen te verdelen. De organisatoren hadden de Nederlandse toprijders prachtige startnummers gegeven. Giel Bos en Ton Hille mochten zelfs het spits afbijten met nummer 1. Erwin Doktor mocht met Theo Badenberg met nummer 2 van start. Zij realiseerden zich wel dat het moeilijk zou worden de Belgische concurrentie achter zich te houden. Na de goede prestaties in de Duitse evenementen gingen Jan van der Marel en Anton Reurings ook hier met goede moed van start. Zij kregen start nummer 9 op de deur van de knalgele Sierra. Johan van Heek en Ab Molkenboer gingen als een raket van start. Maar de door een kromme veerpoot opgelopen normtijd wierp hen terug in het klassement. Koen Vink, strijdend in de standaardklasse, beleefde weinig vreugde aan zijn optreden in Vlaanderen. Op klassementsproef 18 ging hij fors van de weg en moest een zwaar beschadigde Mitsubishi achterlaten. Henk Vossen bracht zijn brullende BMW M3 ook hier aan de start. Samen met Arie Lekkerkerker probeerde hij het onderste uit de kant te halen. Voor het Peugeot-dealerteam sloeg het noodlot op KP1 toe. Door een afgebroken wiel moest Theo Knoop opgeven. Al snel na de start keerden ze daarom huiswaarts. Giel Bos gaf de Lancia flink te sporen. Hij reed echter wel een verstandige rally en nam geen onnodige risico's. De greppels zijn me hier net iets te dichtbij, meldde hij ons. Ook Erwin Doktor haalde het onderste uit zijn kadet. Hij deed al het mogelijke om zijn Belgische merkgenoot Bruno Thierry voor te blijven. Deze knalde met zijn Opel hard over de proeven en liet zien over een groot hart te beschikken en als een duivel te kunnen sturen. Omar Salens kwam aan de start met een bij Red opgebouwde Ford Sierra 4x4. Hij zou uiteindelijk beslag leggen op een tweede plaats. Ivan Vianen reed hier zijn afscheidsrally. Na 20 jaar actieve autosport wilde hij nog één keer goed scoren. Hij pakte daarom groot uit en huurde een uiterst competente Ford Sierra Cosworth. Voor Jan van der Marel en Anton Reurings kwam op proef 22 het voortijdige einde van deze omloop, toen ze met een gescheurd differentieel moesten opgeven. De Nederlanders werden Giel Bos en Ton Hille in een Panasonic Lancia Delta Integrale. Ze eindigden op een keurige vierde plaats algemeen. Na een geslaagde inhaalrace waarbij het spektakel niet werd geschuwd, eindigden Johan van Heek en Ab Molkenboer als zesde algemeen. Plaats algemeen eindigen Erwin Doktor en Theo Badenberg in een Opel dealerteam kadet. Hiermee behielden ze de leiding in de tussenstand van het kampioenschap.
Henk Vossen en Arie Lekkerkerker stuurden hun Zonnebloem Chemie BMW M3 naar een 13e plaats. Winnaar van deze rally werd Ivan Vianen. Hij kon zijn geluk niet op en liet de champagne rijkelijk vloeien.